Welkom bij WijnTV. Vandaag in de uitzending Fred van Asselt met Tarapaca Chardonnay. Ik ben benieuwd, Fred. Wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag een Chardonnay uit Chili van het huis Tarapaca. Een bekend huis, een groot huis. Heel breed in allerlei smaakvariaties die ze geven en brengen. En ook in kwaliteit. Ze hebben een ruime assortiment in kwaliteitswijnen. Ik heb gekozen voor de Chardonnay Varietal. En de Varietal wil zeggen dat die niet op hout gelagerd is, maar op roestvrij staal. Dan krijg je toch wat meer frisheid in de smaak van de wijn. Chili is natuurlijk een land waar de tuinbouw, wijnbouw in het algemeen zeer gunstig is. De klimaat is er, zoals wij het kennen, uit Spanje, Italië. Alleen, 's nachts koelt het altijd af naar een graad of 10, 11. En dat is juist heel goed voor de frisheid, voor de zuurgraad van de vruchten in het algemeen. Plus het is een vrij droog klimaat. De wijngaarden worden ook in Chili geïrrigeerd vanuit de Andes. Want omdat er zo weinig regent, en dan praat je echt over nog geen 25, 28 regendagen per jaar. Ja, heeft de tuinbouw, de wijnbouw toch irrigatie nodig om te groeien. Nou, dat gebeurt allemaal in Chili. Door het droog klimaat heb je ook heel weinig problemen met rotting en ziektes in de wijngaarden. Dus de Chileense wijnen, kun je zo zeggen, dat het haast biologisch verbouwd wordt. Weinig middelen gebruikt worden om ziektes tegen te gaan. Nou, Tarapaca is een grote speler. En ze maken bijzondere kwaliteitswijnen. Ja, het is een mooie, heldere, fonkelende, beetje goudgele witte wijn. De kleur is mooi helder. De geur is een beetje wit fruit, een beetje abrikozen, citrus, een beetje tropisch fruit. Mooi genuanceerd. Gewoon lekker wijnig, zoals het met een lange ei. De smaak is ook lekker filmend, hij is lekker rond. Mooie frisheid en toch rijk. Dus het is een rijke, filmende, frisse smaak. Hij is mooi droog, hij trekt mooi droog weg. Het is een ideale wijn voor diverse gerechten. Witte wijn laat zich over het algemeen heel goed combineren met gerechten. Ook met rood vlees, bij wijze van spreken, kan het goed. Uiteraard bij gevogelte kan het goed. Bij diverse vissoorten. Gebakken vis, gestoofde vis, gegrilde vis. Daar kan die allemaal makkelijk aan. Dus ik zou zeggen, proost.